Daily Minutes nummer 1605 met een uitzending voor vandaag. En dat is 25 april 2019. Hier staat 24. Dit is in elk geval het bulletin van donderdag. Vandaag deel 25 uit de serie over repeatertechniek. Ik dacht dat ik gisteren de laatste aflevering uit die serie had, maar er zijn nog zowel een kort deel 25 dat ik vandaag uitzend als een deel 26 dat het laatste deel is. Dat komt waarschijnlijk morgen. Verder heb ik deel 1 uit een serie over zelfbouw die ik vorig jaar aansluitend op de serie over repeatertechniek heb gedaan. Verder heb ik vrij kort nadat de serie over repeatertechniek is afgelopen, binnenkort een herhaling van twee series die ik al wat langer geleden over MOS heb gedaan. Dit zijn mijn eigen twee favoriete series die ik gedaan heb. Ik heb ze al eerder herhaald, maar ik zend ze mede op verzoek uit van Pieter uit België. En ja, ik wil dat zelf eigenlijk ook wel graag. De nieuwe serie over antennes die gaat natuurlijk ook gewoon door. Ik weet nog niet helemaal zeker, maar mogelijk zou ik dan iedere dag 2 of 3 afleveringen uit series hebben. Het is een deel 25 van de serie over repeatertechniek. Omdat ik niet zoveel tijd had om het voor te bereiden, breng ik nu een gedeelte dat eigenlijk voor later gepland stond. Ik heb dat wel nieuw geschreven, maar ik hoef me hier niet zoveel voor te bereiden. In deel 26 ga ik dan mogelijk verder met een vervolg op de vorige aflevering. Ik hoorde mensen regelmatig zeggen dat ze wachten met digitale spraak totdat het ideale systeem, het dominante systeem dat alle andere systemen zal overtreffen, eenmaal een feit is. Vaak wordt daarbij verwezen naar de Betamax en VHS-historie. Het zijn vaak mensen die niet veel van digitale spraak afweten. Het zijn vaak ook tegenstanders en door dit te beweren kunnen ze heel verstandig gaan zitten doen en afwachten en hun kruid droog houden. Kijk maar eens hoe het met de digitale datamodus op HF gaat. Morse is niet gestopt toen RTTY kwam. RTTY is niet gestopt toen PSK 31 kwam. En nu is FT8 heel populair. En in de tussentijd worden er naar hartelust verbindingen gemaakt in enkele honderden andere modulatiesoorten en varianten van modulatiesoorten, waarbij er ook nog steeds nieuwe bijkomen. Ik denk dat het met digitale spraak niet zo snel om zo'n groot aantal zal gaan, maar al die systemen zijn wel een beetje anders. Dat geldt voor digitale data op HF en ook voor digitale spraak en data op VHF en UHF. Dat wil dus ook zeggen dat het ene systeem in de ene situatie beter voldoet. D-Star en DPMR zijn wat beter voor de lange afstand, beter zelfs nog dan FM en SSB in een aantal gevallen. DMR zit daartussenin en Tetra en C4FM hebben de betere geluidskwaliteit. Overigens is het een misverstand dat alleen C4FM een combinatie heeft van FM en digitale spraak. Ook bij DMR zit dat er standaard in. DMR is bedoeld voor professioneel gebruik. En een bedrijf als een taxibedrijf dat overschakelt van FM naar DMR, die wordt het gemakkelijk gemaakt. Want nagenoeg alle DMR-repeaters die kun je zodanig instellen. En nu gaat de squelz open. even kijken waar ik zit. Die kun je zodanig instellen dat het zowel werkt voor FM als voor DMR. Bij DMR is het voor amateurs echter wat onpraktisch om dat te doen. Een DMR-repeater heeft namelijk 2 spraakkanalen, elk in een tijdslot. En door FM te gebruiken houd je dus die beide digitale kanalen met 1 signaal bezet. Die star-repeaters hebben niet standaard de mogelijkheid om FM door te relayeren. Er zijn in Nederland echter wel een paar voorbeelden van zelfbouw-repeaters die dat wel doen of deden. Bij ieder D-star apparaat kun je bij ontvangst zo instellen dat hij, als er een FM-signaal is, automatisch overschakelt van D-star naar FM. Ik heb trouwens zelf een tijd bekend gestaan als een groot voorvechter van met name D-star en van andere digitale modus, maar ik ben ook niet tegen die andere digitale modus overigens. Als mensen aan mij vragen welke modus moet ik kiezen, dan houd ik niet een lang verhaal over de voordelen in bepaalde opzichten van het ene systeem. Dat is helemaal niet relevant welk systeem beter is of slechter of meer van toepassing. Er is maar één ding wat telt als je een digitale mode kiest en dat is de vraag: in welke digitale mode zitten de meeste van je vrienden? Of beter gezegd, de mensen die je wilt spreken. Het is altijd hachelijk om een voorspelling over de toekomst te doen. Je kan wel zeggen wat ik graag zou willen, omdat het heel verstandig lijkt. Dat is een oplossing echter die tegelijk, hoewel het makkelijk lijkt, ook heel moeilijk te verwezenlijken is, zowel technisch als organisatorisch. Het zou mooi zijn als alle modus dezelfde benaming voor hun backbone-netwerken hebben, zoals bijvoorbeeld reflectors voor D-Star, rooms voor C4FM en talkgroups voor DMR. En het zou helemaal mooi zijn als bovendien al die netwerken aan elkaar gekoppeld zouden zijn.
Je zou dan in de ene regio waar het gebruik van DMR dominant is een DMR-repeater hebben. En in een regio met veel DSTA-gebruik een DSTA-repeater enzovoort. Terwijl iedereen toch met elkaar kan praten. Ongeacht of die nu analoog via Egalink zit of digitaal via een van de digitale modus. Dit is deel 1 van de nieuwe serie over zelfbouw. Ja, ik wil al langer graag een serie doen om de kennis over het zelfbouwen onder amateurs en het zelf ondernemen van zelfbouwprojecten weer wat meer onder de belangstelling te brengen. Zelfbouw vindt veel plaats in de afgelopen jaren. Helaas is dat bij zendamateurs maar zeer ten dele het geval. In wat de maker community heet, is het zelfbouwen zeer populair. Die groep die richt zich niet uitsluitend op elektronica, maar ook op 3D-printen en het maken van dingen van hout en nog een aantal andere zaken. In Friedrichshaven hebben ze dat net als op een paar andere plaatsen begrepen. Daar wordt de Ham Radio Beurs sinds enkele jaren tezamen gehouden met een beurs voor deze makers. Zelfbouwen onder amateurs is minder populair dan het geweest is. Het is echter minder erg dan vaak verondersteld wordt. Er bestaan binnen de zendhobby grote verschillen en mensen die aan zelfbouw doen, die hoor je op de banden vaak niet zo heel erg veel. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de archetype van de zelfbouwer is toch een beetje van een persoon die iets maakt om het maken. Die van het ene project naar het andere fladdert en die niet zelden ook meerdere projecten onder handen heeft, want als hij met het ene project dan helemaal vastloopt, zit hij in de tussentijd niet zonder hobby. Deze mensen verschijnen op de band heel kort, zodra een project geheel of bijna geheel is afgerond, gewoon om te testen wat de resultaten zijn. Bijna al na het tweede QSO met het apparaat in kwestie is hij al lang weer bezig met het volgende project en is dan maandenlang uit de lucht. Hierdoor vallen deze mensen dus ook niet zo heel erg op. Zelfbouw is bij amateurs om een aantal redenen afgenomen. Ooit was de enige manier om de zendhobby te bedrijven ofwel om zelf het zendstation te bouwen of om van iemand anders een zelfgebouwd apparaat te kopen. In de jaren 70 kon je de amateurtransceivers die er waren met enige inspanning nog gewoon wel zelf maken en je kon ze ook gemakkelijk zelf ontwerpen zelfs. Ik heb zelf behoorlijk wat van die dingen gemaakt in mijn begintijd, bijvoorbeeld voor één band en ook ontworpen. Tegenwoordig moet je echter veel meer multidisciplinair zijn. Dat wil zeggen, om een uitlezer te maken moet je bijvoorbeeld een Arduino kunnen programmeren of een ander chipje. En het maken van een DSP of zelfs SDR veronderstelt weer heel andere kennis. Toch kom je met een SDR-ontwerp ook niet ver als je niet een redelijke kennis hebt van analoge filters, van mengtrappen of nog van andere onderwerpen. De kennis daarvan die is toch ook wel handig in zo'n geval. Verder zijn ontwerpen tegenwoordig veel kleiner en de ontwerpen zijn zeker complexer. Voeg dat samen met een groep centamateurs die gemiddeld achter in de 50 is, een leeftijd waarop je dat geprikkel vaak minder goed kunt zien dan wanneer je 25 bent, en je hebt zo al een hele stapel oorzaken op een rij. Daarnaast is ook de amateurpopulatie veranderd. Amateurs zijn tegenwoordig voor een deel alleen geïnteresseerd in de verbindingen. Dat fenomeen is overigens niet nieuw. Die amateurs had je in de jaren 60 en daarvoor ook al. Alleen is het aandeel amateurs dat niet per se stralende ogen krijgt als de motorkap van een transceiver opengaat tegenwoordig wel veel groter. Toch zijn die zelfbouwers er zeker nog. Vaker dan vroeger bouwen ze kant-en-klare modules samen, dat zeker. Maar ook tamelijk moeilijk te maken bouwpakketten zijn er zeker nog behoorlijk wat te koop. En daar moet dus wel iets mee te verdienen zijn. Er zijn zeker ook nog mensen die op een redelijk niveau leuke dingen maken. Hier in de regio hoef ik bijvoorbeeld maar aan de projecten te denken vanuit het gooien voor bijvoorbeeld een Foxbox Fossi-8 ontvanger of de 23 cm transceiver van PE1JPD, die beide in een behoorlijk groot aantal en met succes nagebouwd zijn, voor een groot deel ook door mensen met relatief weinig ervaring op dit gebied. Ik heb een poos zitten denken hoe ik wat meer over het zelfbouwen binnen ons hobby kan vertellen, voor met name relatieve nieuwkomers en op een manier die bij hen ook aanspreekt. Ik wil me daarbij nadrukkelijk distancieren van standpunten als zouden zelfbouwers haast een heilige groep binnen onze hobby zijn. Het hoogste wel haast dat je kunt bereiken, want die geluiden zijn er ook. Ik wil met name laten zien dat het vooral leuk is en met name ook als je nog niet zo lang met zelfmaken van dingen bezig bent. Niets, maar dan ook niets, is bijvoorbeeld zo leuk als om je eigen bouwsel voor het eerst te zien functioneren. Dat bij een ontvangen geluid uitkomt of dat een meetapparaatje zinvolle informatie laat zien. Overigens is er tegelijkertijd ook niets zo frustrerend, dat moet ik er ook eerlijk bij vertellen, als je door een superklein foutje dat op zich makkelijk te vinden is, maar dat je niettemin maar over het hoofd blijft zien, het ding maar niet wil werken. Ja, zelfbouwen is nou eenmaal niet voor watjes, zo is het ook wel een beetje. Maar het genot is natuurlijk wel des te groter als je na zoiets de zaak toch nog aan de praat weet te krijgen. Het is overigens niet gegarandeerd dat het zo gaat, ik bedoel met die moeilijkheden. Veel van mijn zelfbouwprojecten werkten de eerste keer toch wel in enige mate. Hooguit waren er nog wat aanpassingen nodig en de kick is natuurlijk ook erg groot als het ding het geheel zonder strubbelingen meteen doet. Ik heb er enkele keer als het zo gladjes ging het gepruts en geploeter dat er soms ook nodig is wel eens gemist.
Overigens is het beste om, als je in zo'n geval vastloopt, om ondanks je ongeduld het ding gewoon een paar dagen te laten liggen en er dan met een frisse blik en vooral geduldig nog een keer opnieuw naar te kijken. En wat ook heel goed werkt is om een ervaren mede-amateur te laten meekijken, hoewel er ook mensen zijn die dit het liefste allemaal helemaal zelf doen. Zelf bouwen? Het bouwen is echt heel leuk. Ik ervaar het als een tamelijk mediterende bezigheid, vooral de routine van het in elkaar solderen. En de kick van het resultaat is echt geweldig. En het hoeft ook helemaal niet duur of ingewikkeld te zijn. Voor een paar euro, heel letterlijk voor 6 of 7 euro, kun je al een bouwpakket voor een Pixie 2 zendontvangertje kopen, vaak voor de 40 meter band. Met het ding kun je weliswaar in mossen echt verbindingen maken met een paar honderd milliwatt. Ik denk dat ik de komende afleveringen maar eens begin met het vertellen hoe ik zelf destijds in de zendhobby verzeild ben geraakt. Ondanks dat ik in die begintijd op de toen nog illegale 27MC-band heb gezeten, was mijn interesse zeker niet in de eerste plaats het maken van QSO's. Verder zal ik in deze serie waarschijnlijk ook redelijk wat concrete projecten en mogelijke ideeën voor projecten beschrijven, van heel eenvoudig en snel te doen, tot aan echt grote projecten voor de volhouders. Dat zal ongetwijfeld meerdere mensen op een idee brengen. Heb je zelf een idee voor de serie of een vraag naar een concreet iets om te behandelen of sowieso een vraag? Schroom dan niet om naar het bekende korte mailadres te schrijven xapenstaartjextv.me, maar dat kun je ook vinden op www.panelete.nl. Het is jammer, volk, maar had je graag met wilt hier, hè? Maar ik kan niet. Jammer, want dan had je een keer lachen kunnen natuurlijk vanavond. Maar had je die zit... Ja, niet zo mooi als hier zitten. Harry is aan deugendwijst. Ja, Harry had een geheime zender. En dat mag niet. Mag niet. Politie is erbij, je weet wel hoe dat gaat. En Harry moest voor de rechtbank. Hè? Komt zo de rechtbank binnen, zitten een paar rechters en officier van prostitutie. En... En dat ging hard om hard. En die waren net uitzenden. En ik was niet aan het uitzenden, zei Harry, ja fijn. Toen werden vrijspraken op 2 weken na. En toen werd Harry hellig, jong, hellig. Hij zegt, man, zeg, hoe kun je dat nou doen? Hij zegt, ik was helemaal niet aan het oetsen. Dat kan mij ook niks schelen, zegt die rechter. Hij wel aan het oetsen waren of hij was niet aan het oetsen. De apparatuur aan je noes. Ha, zei Harry. Zo kun je wel aan de gang komen. Zo lus ik er nog wel in. Hij zegt, zo kun je overal wat ver in de bak stoppen. Kun je wel oppakken voor aanranding. Zo, zegt die rechter, of heb je dat ook dan? Nee, zegt Harry, maar de apparatuur, ik heb waarvoor. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Abonneer je nu gratis op de podcast van de Daily Minutes. De website van de podcast is dmpodcast.net. DM is kort voor Daily Minutes, dus dmpodcast.net. Bij de feed van de podcast komen er nog een breukstreep en 4 letters bij. Breukstreep F-E-E-D. dmpodcast.net /F-E-E-D. Subscribe now for this podcast, dmpodcast.net/feed. dmpodcast.net/feed. DM is Delta Mike. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.